verschillende soorten speakers of luidsprekers. Maar ze zitten allemaal min of meer hetzelfde in elkaar. Want ja, het gaat maar om één ding: het produceren van geluid. Maar ja, wat zit er eigenlijk in zo'n speaker? Een konus met daaraan een magneet, elektriciteitsdraadjes, een spoeltje, condensatortjes, nog een konus en nog één. Geluid is niks anders dan trillende luchtdeeltjes. Stel, dit hier is de lucht en die lucht krijgt hier een zetje. Dan wordt dat zetje doorgegeven aan de deeltjes ernaast. En op die manier verplaatst een trilling zich door de lucht. Zo komt die trilling bij je oor terecht en hoor je geluid. Goed, die konus die moet dus trillen. Soms hard, soms zacht, soms snel. Dat hangt van het geluid af. En daarvoor hebben ze een slim systeem bedacht met een klosje koperdraad. Een elektromagneet. Dat wordt magnetisch als er stroom doorheen gaat. Stel, dit is de magneet. En dit hier is de elektromagneet. Als de stroom deze kant op wordt gestuurd, zo, dan trekken de twee magneten elkaar aan. Maar als de stroom de andere kant op wordt gestuurd, dan stoten ze elkaar af. En deze elektromagneet, die hebben ze vlakbij een gewone magneet geplaatst. En afhankelijk van de richting van de stroom zullen ze elkaar aantrekken of afstoten. Kijk, je ziet al een trilling. Dit is de spin. Die elektromagneet mag alleen zo voor en achterwaarts. Dat mag niet ook naar de zijkanten kunnen. En die spin die zorgt ervoor dat het mooi zo in het midden blijft. En dan heb je natuurlijk nog de kast zelf. En die is heel belangrijk voor een speaker, want die konus die laat niet alleen de lucht naar voren trillen, maar ook naar achter. En als er dan geen kast omheen zat, dan zou het geluid heel slecht klinken. Put me back, put me back.